vinden eigenlijk verschillende groepen fauna's terug. Kijk, hier hebben we een schedel van het reuzenhert. En belangrijk is dat hier beide gewijstangen nog op zitten. Eigenlijk wisselen koude en warme periodes zich af. In de warme periodes gaan we vooral een steppenachtig milieu krijgen, waarin vooral grazers gaan leven, herten en runderen. De oeros, die misschien wat meer gematigder klimaat wilde hebben. Het olifantshert, ook weer wat meer een dier van bossen en struiken, niet direct van de vlakte. Ik zal hem even aan de onderkant laten zien. En even langs de achterkant. Dit is dus het achterhoofd van de schedel. In de koudere periode, en vooral in de laatste koude periode, de laatste ijstijd, krijgen we dan de typische fauna van de mammoet, de wolharige neushoorn, het reuzenhert. En de dieren die we hier vinden zijn ongeveer 35.000 jaar oud. En volgend al deze diergroepen natuurlijk de hyena, want waar grote diersoorten leven, grazen, sterven, is ook de hyena altijd wel in de buurt om de resten, de kadavers van hetgeen wat sterft, weer op te ruimen.